de Tour de France nog helemaal niet afgelopen, want in Boxmeer wordt vanavond weer gefietst door liefst 10 Nederlandse renners, onder andere die ook meegedaan hebben aan de Tour de France. Het middagprogramma is al begonnen, maar wij gaan eerst eventjes kijken en in gesprek met de rondemissen die straks de prijzen gaan uitdelen. Ik ben Kaya van der Hoge, ik ben 19 jaar en ik kom uit Kuik. Ik ga volgend jaar Communication en Multimedia Design studeren aan de HAN in Arnhem. Hoe komt het dat jij rondemis mag zijn? Wij zijn, Iselle en ik zijn bij de kasteelronde in Meel zijn we rondemis geweest. En ik denk dat dat in de groep is gevallen en dat het daarom is. Ik stel me zo voor dat je er ontzettend veel zin in hebt. Ja. Wat is jullie taak precies? Wij moeten degene die de rondes hebben gewonnen, moeten wij bijvoorbeeld een boeketje geven en mee op de foto. En... Ik ben Iselle Vloed, ik ben 20 jaar oud. Ik woon net als Kaya, ook in Kuik. Ik studeer momenteel aan de HAS. Dat doe ik de studie Geo, Media en Design. Dat zeg je misschien waarschijnlijk niks, maar het is met geografische informatiesystemen. Ik woon daar ook op kamers, ik heb het wel super naar mijn zin. Dus vandaag mag ik rondemis zijn in Boxmeer. En dan heb je het ook super naar je zin. Ja, het lijkt me echt een superleuke ervaring en gewoon een superleuke dag, gezellig in Boxmeer, dus niet te ver weg. Maar leuk dat de tour eigenlijk ook een beetje hier naartoe komt. Ben Nikki Zijp, ik werk bij Dichterbij. En Pierre Hermans heeft mij gevraagd of ik rondemis wilde worden. Heb je er ervaring mee? Nee, helemaal niet. Nee. Jouw collega's wel, geloof ik, hè? Ja, mijn collega's wel, ja. Ja. Maar het is ook niet zo van, we gaan een wedstrijdje houden en we kiezen een rondemis. Hij heeft je ook gewoon gevraagd? Ja, hij heeft mij gevraagd. Ja. En je weet natuurlijk wat je taak is? Mijn taak is Boxmeer vertegenwoordigen. Ja. Ja. Mag nog iets meer vandaag? Ja, ik mag natuurlijk de winnaars nummer 1, 2 of 3 een kus geven. Bij alle categorieën neem ik aan. Bij alle categorieën. Ja. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in, ja. Wordt het een zware dag? Nee, het was vooral een leuke dag. Ja. Het middenprogramma dat kan beginnen hier op het circuit in Boxmeer. En dat betekent ook dat zometeen de dames, die u vanmorgen ook al in beeld hebt gezien, de rondemissers, hun taak uit kunnen gaan voeren. We gaan even kijken. Het laatste nieuws, maar ja, daar weet iedereen dat Dumoulin niet komt. En wij hebben daar Pieter Wening, Lars Boom en Liewe Westra voor in de plaats. Dus ja, dat is ook fantastisch natuurlijk. Ja. Allemaal Nederlandse renners, hè? Ja. Daar kunnen jullie mee leven, want je zet toch in op die toppers, maar daar kun je mee leven. Ja, nou, dat is een keuze. Kijk, wij hadden Froome ook kunnen hebben. Nou rijdt hij dan wel vandaag op een andere plaats. Maar dat had dan weer ten koste van een stuk of 3-4 middelmatig tot grote Nederlandse renners gedaan. En dat willen wij niet. Jullie weten ook, in 2013 ben ik begonnen. Ik had helemaal geen verstand van wielrennen. Maar wat hier in Boxmeer leeft is wel echt de wielersport. En niet de media-aandacht. Hier komen mensen die van wielrennen houden. Die willen hun favorieten zien. Een aaien, een handtekening. En die hebben veel meer met Nederlandse renners dan met buitenlandse renners. Dat laatste stukje beschrijven van de koers? Ja, met nog een halve rond gaan ging mijn broertje naar mijn broer op kop rijden. En toen ging hij met 200 meter te gaan, stuurde hij opzij en toen ben ik aangegaan en toen kon ik het mooi halen. Spreken jullie dat samen aan de keukentafel af? Ja, op zich had ik wel gezegd, ja, als het daar komt, dan ga ik wel proberen jou af te zetten aan de streep. Ja.
Blij met deze overwinning uiteraard? Ja, zeker, want ik word eigenlijk altijd tweede, bijna altijd al 7 keer of zo. Ja. Dus het is wel lekker als je het ook een keer kan afmaken. Ja. De dag van de jury is gewoon redelijk dat alles goed verloopt. Goede uitslag op de papierkoppen. Dat in de gaten gehouden wordt van welke renners in de goede ronde zitten. Premie verdelen. Jij doet dat niet alleen, jullie zijn met? We zijn met 9 juryleden. 2 speakers en 9 juryleden. Je noemde net al wat is precies jullie taak, welke dingen zijn reglementair niet toegestaan? Reglementair, ja, je hebt natuurlijk heel veel regels die niet toegestaan zijn. Als ze rond de achter liggen, ze mogen in koers blijven, als we zeggen van, dan moet ze eruit. Als een redder gedubbeld wordt, mogen ze niet bij de koplopend aansluiten. Dat heb je heel veel regeltjes. Het eist toch wel wat concentratie. Ik zie daar al die mensen ijverig zitten kijken en schrijven en strepen in de jurywagen. Ja, dat hoort er gewoon bij, hè. Dat is al jarenlang zo. Met het oog op Rio om het rustig aan te doen van mijn trainer. Dus dat was hier wel gelukt door al gelijk op kop te liggen. Ja. Maar ja, dan denk je, ga ik op maar voor. Alleen toen hoorde ik dat Lucinda er achteraan zat. Dus ik denk, nou ja, die hoef ik er niet bij, twee Rabo en ik alleen. Dus ben ik even gas gaan geven. Je zegt met het oog op Rio als extra test? Nee, juist. Ik kom van hoogtestage terug en uit de Ronde van Turingen. Dus dat is eigenlijk een beetje rustig aan doen deze week met het oog op Rio. Dus ik heb niet te veel training. Ik wilde juist een paar keer sprinten met het oog op Rio. En verder is niet te veel, gewoon een beetje meepaddelen. Aan de andere kant wil ik ook veilig rijden en dan is in de kopgroep rijden wel beter. Een idee van de daags naar de Tour, een bedrijvencompetitie, hoe hebben jullie daarop gereageerd? Natuurlijk positief, om extra impuls te geven hier ook in de gemeenschap en ik denk dat het een heel leuk initiatief is om je eigen medewerkers terug te zien hier op de baan. Dus, ja. En de animo was er? Die was erg groot. Op welk bedrijf bent u? SPG Prins. Ja, en was er nog vecht om een plaats? Of? Ja, we hebben moeten loten. Zo, ja. Mogelijk zitten er ook echte wielrenners tussen, hè? Daar zitten wel een aantal wielrenners tussen, ja. Ja, misschien iets meer als dat die iedere zondagmorgen een rondje draaien. Twee keer in de week verwacht ik weet het niet. Maar we zitten er nog eentje bij de kopgroep nu, dus laten we hopen dat die volhoudt. Ja. Ja.
Ja, herinneringen heb je altijd hier aan in daags naar de Tour. Dus dat was gewoon een hele happening. En zeker als streekrenner, van hier mogen rondrijden dan. Voor eigen publiek als het ware een beetje. En dat is wel het mooie van het spektakel wat ze hier ieder jaar laten zien. Ja. Ja, ik vind het totaalplaatje in de afgelopen 10 jaar verbeterd, omdat we ook skileren hebben. We hebben dit bedrijf nu erbij. We hebben eigenlijk wat meer, wat breder, ook voor de echte amateurs, zal ik maar zeggen. En dat is veel leuker om naar te kijken als vroeger. En dan win je ook nog. Ja, wie had daar gedacht? Hè? Ja. Had je niet gedacht? Nee. Ik denk, het leek wel leuk om een keer een ronde in het eigen dorp te rijden. Ja. De gelegenheid deed zich voor. Gerard die zocht nog wat fietsers en vroeg op zin om mee te rijden. Dus ik denk, ja, waarom ook niet? Hè? Ja. Die kans krijg ik niet elke dag. Dus als je er ook nog wat minder, dat is hartstikke leuk. Echt leuk. Maar hoe geoefend ben jij in het dagelijks leven, in de praktijk? Ja, ik fiets wel regelmatig. Ik ben lid van de plaatselijke tourclub. Daar fiets ik. Wekelijks mijn rondjes mee. Twee, drie keer in de week zit ik op de fiets. Dus, en dan komt er een fase in de wedstrijd dat je denkt. Oh. Nou ja, het ging lekker en ik zag dus een beetje naar elkaar zaten te kijken en in de bocht viel het een beetje stil en ik keek om, ik had een klein gaatje. Ik denk, ik probeer het, dus er zullen er wel een paar overspringen, maar er kwam uiteindelijk niemand meer. Dus het was nog wel ver, maar ik denk, ik probeer het gewoon en het is gelukt. Mooi. Wat is nou nu vanavond al jouw rol? Ik ben speaker bij de marathon, bij skileren. Ja. Maar voor de profronde is het een skilerwedstrijd. En dat is natuurlijk mijn ding. Ja. Dat is prachtig. Ja. Dat is misschien nog wel mooier als wielrennen. Ja. Dat kun je niet begrijpen, hè? Dat is echt zo. Ja, maar dat komt natuurlijk door het schaatsen. Dat is nou voor landschap, hè? Ja, maar skileren is ook een hele mooie sport geworden. Ja. Echt een hele mooie sport om te doen. Ja. Een hele mooie beweging. Ja. Je moet het ook met die technisch. Ja. En skillen is een kunst. Met de skielerwedstrijd kunnen we zeggen dat het middagprogramma van Daags naar de Tour afgesloten is. En gaan we overschakelen naar het avondgedeelte. En wij van Omroep Land van Kuik, wij gaan naar het Hoogkoor om daar de binnenkomende Nederlandse toerrenners, de echte toppers, de favorieten, te ontmoeten, te begroeten en hopelijk voor de camera te krijgen. Ja, lange
tijd ging het gewoon super. En ja, het einde, de ontknoping, die was even wat minder voor mij teleurstellend natuurlijk. Dus het is wel mooi dat je die reacties nu ook van de mensen ziet als je hier bent. En je hoort de mensen hoe zij het beleefd hebben. Ja. En dat is wel bijzonder. Dan ben je binnen, even los van de etappe. En dan, hoe ziet jullie avond er dan uit? Nou ja, meestal moeten we een verplaatsing doen van een uurtje of een half uurtje naar het hotel. Ja, dan kom je daar even wat eten, in de bus vaak al. Dan masseren langs de osteopaat. En dan ben je zomaar weer 2 uur verder. Ja. En dan vaak zo rond 9 uur avondeten. En dan zit je toch wat gezelligheid met de jongens aan tafel tot 10 uur. En dan ga je naar je kamer en dan boekje lezen, lekker even internetten nog en dan naar bed. Ik had steeds in mijn hoofd teleurstelling in de sport, hè? Dat heb jij natuurlijk ook ervaren. Hoe verwerk je dat? Dat heeft tijd nodig natuurlijk om dat te doen. En op dit moment overheerst die teleurstellingen nog wel. En je probeert ook de goede dingen natuurlijk eruit te halen en daaraan te denken. En je doelen weer opnieuw stellen. De Olympische Spelen komt er natuurlijk aan al heel snel. Maar dat heeft ook wat tijd nodig. En we zullen zien. Kijk, er komen nog genoeg tours aan volgend jaar. En het jaar daarna sta ik ook zeker weer aan de start. En hopelijk kan ik dan weer hetzelfde niveau halen als dit jaar. Of liever nog net iets beter. En dan hopelijk die laatste dagen ook goed doorkomen. Jezelf verrast in de Tour? Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ik heb het ook gezegd, hè. Ik ben er eerlijk in. Ik had nooit verwacht dat ik top 20 zou kunnen rijden in de Tour. En ik hoopte eigenlijk om voor een etappe te gaan. Daar word ik altijd gevraagd, wat is je doel in de Tour? Nou, mijn doel moet altijd zijn om te proberen een etappe te winnen. Maar door alle pogingen die ik heb gewaagd om een etappe te winnen, ben ik stiekem zo die top 20 binnengekropen. En denk dat op het laatst wel op mijn tandvlees, maar ik heb het wel kunnen vasthouden en dat is wel mooi. Ja. Ik mag nou denk ik ook gewoon tevreden zijn. Ja. Ik heb een goede Tour gereden, ik heb niet gewonnen. Maar ik heb een goede Tour gereden en dat wou ik graag. Alleen als ik van tevoren, voor de Tour, de vraag krijg, wat zijn je doelstellingen? En dan is het heel moeilijk uit te leggen, als ik maar tevreden terugkom. Dan moet er altijd een resultaat op geplakt worden. Ja. En ik had nooit verwacht dat ik had kunnen zeggen, ik ga voor top 20 in het klassement. En een rit, dan hadden jullie ook gezegd, gebaseerd op wat dan? En we staan nu in Boxmeer en de mensen zijn blij om mij te zien. Ik ben blij om de mensen te zien. De Tour was leuk. Het Dauphiné ging goed. Alleen daarvoor heb je wel een hele winter keihard getraind, heb je een sleutelbeen gebroken, heb je een voorhondontsteking waar je niet vanaf komt. Die momenten die zijn nu heel makkelijk vergeten, maar als je direct je definitieve keuze maakt, moet je ook die momenten gewoon meewegen. We hebben de koerskapitein van Zeunse Rijden. Wat zijn jullie plannen? Ja, we hebben een paar goede mannen bij ons. Dus ik denk dat we wel, als we het goed spelen, dat we iets kunnen doen. En we moeten de grote mannen in de gaten houden. Jullie gaan ze niet alleen in de gaten houden, maar ook een beetje bestoken? Ja, zeker weten. Tuurlijk. We zijn met een paar jongens die goed in de criteriums uit de voeten kunnen. Dus we gaan ons best doen. Je bent hier geland en je bent goed aangekomen. Ja, goed aangekomen. Was even stress. We hadden een beetje vertraging, maar uiteindelijk allemaal goed gekomen. Allemaal goed gekomen. Een wereldtour gereden aan de zijde van Chris Froome. Kan je nou vorig jaar de Ronde van Italië of de Ronde van Spanje winnen? Ik hoop allebei. Allebei. Dat tekenen we dus bij deze op. En dames en heren, de burgemeester begroet jou, Guido Weijers begroet jou. Hey. En Guido Weijers zegt, volgend jaar, 17 februari, begint mijn nieuwe show. Oh, echt waar? Heb ik volgend jaar een nieuwe show? Nee, ik wil alleen maar zeggen dat ik het fantastisch vind om hier te zijn vandaag. Want daar gaat het om. Al die vrijwilligers, al die medewerkers die hebben ervoor gezorgd dat het hier vandaag fantastisch geregeld is. En dat we mooi weer hebben. Dat is toch
alle omstandigheden voor een prachtig feest. En vorig jaar ga je de eindejaarsshow doen en komt wel een onzin als mystery guest, heb ik gehoord. Nou, ik hoop dat ik in 2017 kan zeggen wie dan de ronde van Spanje of Italië heeft gewonnen. Hij zegt allebei. Ja, nou, bij deze. Oké, okay, helemaal goed. We gaan alles maar er ook alles in geregeld. Die zie je al 3,5 week. Ik weet dat je in de film moet zitten. Hè? Het was een prachtig commentaar. Een mooie derde plaats. Geef een geweldig applaus voor Ian Cycling. En dit is het moment op de derde plaats. Hij krijgt de bolletjes trui. Misschien dat hem op de deel zal kunnen vallen de komende jaren. Wie weet. Applaus voor de nummer 2 van Wout Poels. De prachtige lokaal van MSD Emmerhout uitgereikt door meneer Van Polburg. De felicitaties uiteraard een halve minuut te kussen. En dan gaan wij oorverdovend applaus laten horen. U brengt de hand op elkaar voor Bonke Mollema, voor Wout Poels. En voor Stefanie Berger, de burgemeester van Soester, Pierre Hermans erbij. Organisator, voorzitter van de organisatiecomité. Vrienden, een prachtig podium, Kees Goya. En nu zit het erop. Ja, nu zit het erop. Ja. En wat vond je ervan? Heel leuk. Het is echt heel spannend. Kun je dat een beetje uitleggen? Want jij vond het ook heel leuk. Ja, het is echt super fantastisch. Al die mensen zijn zo enthousiast en zo. En de wielrenners zijn zelfs zo moe. Maar ze doen het toch wel. En ik vind dat echt enorm knap. Iedereen is aardig. Zeker, iedereen is heel aardig. Heb jij dat zo ook ervaren? Ja, dat heb ik zeker zo ervaren. Ja, iedereen is bereid om mee te denken, mee te helpen. En het is gewoon wel warm, een warm gevoel. Ik ben blij dat Boksmeer dat mag uitstralen. Ja, nee, fantastische avond. Iedereen is razend enthousiast.
de renners, want we stonden even stil onderweg, heb ik mee kunnen buurten en vernomen wat hun ervan vonden. De rensters, de skileraars, het publiek, de horeca, de sponsoren, de politie, de gemeente. Nou, ik weet niet wie ik vergeten ben, maar iedereen had weer een prachtige dag en avond gehad. Ja, en zoals zo vaak gezegd door mij, als iedereen tevreden is, dan ben ik het ook. En zo is iedereen in Boksmeer laat op de avond hartstikke tevreden met de Daags naar de Tour. Waarschijnlijk zijn er 30.000 toeschouwers deze avond, deze dag geweest. Een heel tevreden organisatie, een heel tevreden burgemeester. En iedereen gunt ook de overwinning aan die fraaie Tour de France prestatie van Bouke Mollema uit Groningen. Tot ziens.